De duurzame wijze waarop de Johan Adolf Pengelstraat is aangepakt zal door het ministerie van Openbare Werken op meerdere wegen worden toegepast. Minister Riyad Noor Mohammed van OW zei eerder deze week aan journalisten dat de gemeenschap ook nog getuige zal zijn van een nieuwe rehabilitatietechniek bij de aanpak van de Gemeenelandsweg. Dus er lopen 3 projecten, eentje gefinancierd door onze begroting, OW-begroting. Eentje door de Weegautoriteit en eentje door de IDB binnen ons investeringsprogramma. Dus van de Kwattenweg kan je nog verwachten de Gomperstraat. Sido Dandiweg zit op programma. Kennellenstraat uit mijn hoofd. Van de Sigastraat. Etcetera. Het zijn niet veel straten, want het zijn 3 tot 4 straten per project. Maar dat is al gauw een 40 tot 80 miljoen uit de begroting. Dat is de hele begroting maar op. Dus 3 wegen, maar dat is alles op. Dus volgend jaar heb ik ruimte voor meer wegen. En dan, wat ik je wel wilde zeggen, want dat vroeg je over een maand. Ze zullen misschien nu al beginnen met de voorbereidingen. Maar over een maand ga ik jullie uitnodigen. De Gemeenlandsweg, daar gaan we. Die gaan we recycle techniek gebruiken. Is heel interessant om te zien hoe dat zal gebeuren. Dat bespaart ons ook heel veel. Noor Mohammed geeft verder aan dat de weg naar Domburg ook zal worden aangepakt. Er zal met de eigenaren van de grote vrachtwagens die de weg beschadigen gesproken worden over gezamenlijke aanpak van dit weggedeelte.